Welkom bij Microsoft. Jullie gaan vandaag het Microsoft Technology Center bezoeken. Microsoft heeft het Technology Center gemaakt om samen te werken met klanten en partners om te kijken wat zoeken jullie en hoe kunnen wij met techniek daarbij helpen. En een van die dingen die wij heel vaak met organisaties bespreken, zoals scholen, universiteiten, bedrijfsleven, gemeentes, publieke sector, is het hybride werken. En hoe kunnen we nou het hybride werken het beste faciliteren? Daarvoor hebben we een paar voorbeelden en één daarvan zal ik zo laten zien. Om echt een inclusieve hybride meeting te kunnen organiseren, moet je gaan kijken wat is de functie van de ruimte en wat wil ik mogelijk maken met deze ruimte. In deze kamer hebben we gekozen voor een enhanced meeting room en een front row setup. Dat betekent een half ronde tafel waar de mensen die aan de tafel zitten elkaar kunnen zien, maar echt naar dit scherm kijken. De camera daarbij is op ooghoogte geïnstalleerd, dus, zodat die de mensen die aan de tafel zitten ook in de ogen kijkt. Dus je kijkt elkaar echt aan. Daarbij helpt dan Artificial Intelligence, zodat degene die aan de tafel zit ook als losse videostreams weer in de meeting aanwezig zijn, zodat je ook de losse personen kan zien. De attendees die hybride inbellen staan aan de onderkant van het scherm en die kan je vervolgens daar ook zien. Zo heb je echt op ooghoogte die relatie en daarmee heb je het gevoel dat je echt aanwezig bent in inclusieve meetingen. Via een groot scherm, 21:9, kan je vervolgens de rest van de inhoud van de vergadering zien. Je kan de chat zien, je kan zien wat er gepresenteerd wordt in de meeting. En aan de linkerkant kan je vervolgens zien wie de handraised zijn of andere feedback die je krijgt tijdens de sessie. Hiermee heb je echt volledig controle over de vergadering. Hierbij hebben we dan ook gekozen voor Epson projectie. Om het mogelijk te maken naar zo'n groot scherm 21:9 te kunnen gaan. Met licht dat echt relatief vriendelijk is aan de ogen, omdat het dan gereflecteerd via het scherm de ruimte weer is. Nou, we hebben echt gekozen voor een projector. Vanwege de lage running cost. Lage warmteontwikkeling, maar ook omdat het milieuvriendelijk te produceren is en ook makkelijk is af te voeren vanwege het volume. Plus natuurlijk alle andere voordelen die ik eerder al heb genoemd over het grote beeld, veel licht, 21:9 en het rustige licht aan je ogen. Als de toekomst binnen Front Row zien we hele grote ontwikkelingen met Artificial Intelligence binnen een teamsvergadering. Je kan je voorstellen dat mensen worden herkend die in de kamer zitten en dat je dan de naam van de persoon onder het beeld van de persoon ziet. Zodat als je inbelt, hybride inbelt, dat je echt weet wie er in de zaal aanwezig zijn. Daarnaast kunnen we dan stemmen gaan herkennen, zodat je ook kan laten zien wie wat zegt in de vergadering. En daarbij ook een verslag automatisch genereert van wat er gezegd is in de vergadering. Maar ook dat Artificial Intelligence je helpt om de actiepunten die zijn afgesproken tijdens de vergadering ook automatisch weer te geven aan het einde van de vergadering. Stel je voor, je start de vergadering, je hebt je gesprek, je bent klaar en eigenlijk het hele verslag wordt je al aangeleverd.